Daily Minutes nummer 1474 met een uitzending van vandaag 19 november 2018. Dit is het bulletin van maandag. Deze week moet ik eigenlijk een beetje de schade inlopen van de tijd die ik door de griep niet aan mijn werk heb kunnen besteden. Het kan daarom zijn dat ik deze week nog geen nieuw materiaal heb. Ik zal eens kijken of het de komende dagen lukt om toch nog wat nieuws te maken. Gisteravond had ik ook ineens tijd en vooral veel zin om een paar columns in te spreken. Vandaag deel 14 uit de serie over geheime elektronica en daarna deel 2 van de Micronatie-serie in twee delen over Guantanamo Bay en over Navassa Island dat er vlakbij ligt. Het lijkt er trouwens op dat ik wat slordig ben momenteel met het op YouTube plaatsen van de afleveringen. Ik was eigenlijk gisteren redelijk zeker dat ik die van eergisteren gewoon geplaatst had, maar dat bleek niet in geval te zijn. En van gisteren wist ik het echt helemaal zeker, maar ook gisteren was het niet gebeurd. Ik denk dat er een telefoontje tussendoor kwam op het moment dat ik de file online moest plaatsen. Ik ga in elk geval proberen om dat de komende dagen beter te doen. Vandaag deel 14 uit de serie over geheime elektronica. We hebben het nu over encryptie gehad en over het bestaan van covert listening devices, ook wel bugging device genaamd, afluisterapparatuur dus. Als je wat over techniek van dergelijke apparatuur wilt zeggen, dan is dat lastig. Er is niet één bepaald type afluisterapparaten. In de jaren van Salon Kitty uit de vorige aflevering moest alles met draden gebeuren. Zoals ook al vermeld is het tegenwoordig heel gemakkelijk om de microfoon en eventueel ook de camera die iemand toch al bij zich heeft voor jouw doel te kapen. Er zijn echter nog veel meer technieken en er zijn daar ongetwijfeld ook nog wel een paar van in gebruik die nog helemaal niet algemeen bekend zijn. Een op zich vrij eenvoudige techniek is bijvoorbeeld die van de paraboolmicrofoons. Die werken net als een paraboolantenne, alleen wordt de parabool zo gemaakt dat er vooral geluid reflecteert en zit in het brandpunt van de parabool een microfoon en geen LNB of een andere hoogfrequentstraler. Parabolen voor hoogfrequent doen het wat dat betreft prima, met name de metalen exemplaren ook voor audio. Ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt waar ik ook heb meegewerkt aan de totstandkoming van een stalen parabool. En ik kan je vertellen, je weet niet wat je hoort als je in het brandpunt gaat staan en de antenne op een verafgelegen gesprek richt. Paraboolmicrofoons worden overigens niet alleen voor spionage van mensen ingezet, maar zijn bijvoorbeeld ook populair bij mensen die graag vogels spotten en andere natuurliefhebbers. Er is verder ook nog een techniek met een laserstraal die op vensterruiten kan worden gericht. Het venster modelleert als het membraan van een microfoon als het ware de laser met de gesprekken die in de ruimte plaatsvinden. En uit het gereflecteerde licht kan vervolgens het audio terug worden gehaald. Het verdient wel even de aandacht om hier een melding bij te maken. Zoals ik eerder al bij privédetectives meldde, zonder toestemming is het afluisteren hartstikke illegaal. Je kunt daar een behoorlijke straf voor krijgen, dus ik zou dat zeker niet doen. Het doel van deze serie is in elk geval niet om mensen hiertoe aan te zetten. Een modern voorbeeld van een afluisterapparaat is een USB-stick die ergens in een computer kan worden gestoken. Liefst natuurlijk aan de achterzijde. De stick bevat een microfoon en hij is vanaf internet te benaderen om het geluid live mee te kunnen luisteren. Er bestaan overigens ook bedrijven die niet meer gebruikte technologie en gadgets van organisaties als NSA overnemen om die vervolgens voor de reguliere handel op de markt te brengen. Steeds populairder om zaken tijdelijk in de gaten te houden, zowel bij politiediensten als bij burgers, zijn zogenaamde game cameras. Dat zijn camera's die populair zijn bij jagers om achteraf te kijken of bepaalde wildroutes door de betreffende dieren nog gebruikt worden. Deze camera's worden uit een accu gevoed, komen alleen in werking als ze wat zien en er zit vaak een handige band aan waarmee je ze om een boom heen vast kunt maken. Deze apparaten zijn niet verschrikkelijk duur en we hebben meestal ook een microfoon aan boord. Ja, tot zover deze iets kortere aflevering. Bronvermelding, eigen research en de website howstuffworks.com. Ja, dan gaan we verder over Guantanamo Bay, deel 2. En dan met name over de soevereiniteit van dat gebied. In de laatste ongeveer 25 jaar van de 20e eeuw, tot aan 1995, werd de basis gebruikt als gevangenkamp voor Cubaanse en Haitiaanse vluchtelingen die op volle zee gevangen waren genomen. Sinds de oorlog in Afghanistan in 2002 is een klein gedeelte van de basis op Guantanamo de thuisbasis van het veel bekritiseerde detentiekamp waar krijgsgevangenen en vermoedelijk terroristen onder Amerikaanse militaire wetgeving worden vastgehouden buiten de invloed van, het normale Amerikaanse rechtssysteem. De US marinebasis Guantanamo Bay omvat geografisch gezien de meest zuidelijke helft met toegang naar zee van de grootste natuurlijke haven van het Cubaanse eiland. Het gebied waar de VS sinds 1898 jurisdictie over heeft is zoals gezegd 116 vierkante kilometer groot. Guantanamo Bay is onderdeel van de Cubaanse provincie Guantanamo, gelegen in het meest zuidoostelijke puntje van Cuba met als hoofdstad de gelijknamige plaats Guantanamo.
Deze provinciehoofdstad heeft ruim 500.000 inwoners en ligt op zo'n 30 kilometer noord-noordwestelijk van de Amerikaanse marinebasis. De provincie zelf ligt ruwweg 75 kilometer over zee verwijderd van Haiti, dat samen met de Dominicaanse Republiek op het buureiland Hispaniola ligt, wat nog eens extra de strategische ligging van de marinebasis benadrukt. De marinebasis heeft zo'n 9500 inwoners. Zo'n 170 kilometer onder Guantanamo Bay en zo'n 40 kilometer uit de kust van Haiti en een dikke 100 kilometer vanaf Jamaica ligt het slechts 5,2 vierkante kilometer grote eilandje Navassa Eiland, dat officieel een territorium van de Verenigde Staten is. Het eiland is onbewoond en wordt als natuurgebied beheerd door de US Fish and Wildlife, de Amerikaanse overheidsorganisatie voor visserij en natuur. De soevereiniteit van de VS over het eiland wordt echter door Haiti betwist. Haiti stelt dat het eiland al sinds 1801 tot dat land behoort. Navassa was ooit interessant vanwege de winning van guano, een zeer krachtige mest gevormd uit de uitwerpselen van zeevogels, vleermuizen en zeehonden. In de tijd werd guano niet alleen voor mest gebruikt, maar ook om buskruid mee te maken. En het was met name voor winning interessant vanwege de hoge graad aan fosfaat en stikstof en omdat het nagenoeg geurvrij is. De VS, in persoon van ene kapitein Peter Duncan, annexeerde het eiland in 1857, ondanks protesten door Haiti. Vanwege de wet op de Guano-eilanden van de Verenigde Staten, de Guano Islands Act van 18 augustus 1856, was het voor individuele Amerikaanse burgers mogelijk om een dergelijke annexatie uit te voeren, vooropgesteld dat zo'n eiland onbewoond was en niet onder het bestuur van andere landen viel. Of dat laatste wel het geval was, wordt dus door Haiti nog steeds betwist. Het eiland was tussen 1903 en 1917 onderdeel van het bestuur van Guantanamo Bay. Daarna viel het eiland onder de Amerikaanse kustwacht, omdat Navassa in dat laatste jaar een 46 meter hoge vuurtoren kreeg. Het eiland was namelijk een gevaarlijk obstakel in de vaarroute tussen Haiti en Cuba, vanaf de Amerikaanse oostkust naar het in 1914 geopende Panamakanaal. De vuurtoren werd redelijk recent op 16 januari 1996 gedoofd en sindsdien valt het eiland onder het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VS. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.